De dienstverlening van de polyklinieken van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst, RGD, wordt verder verbeterd. Met name aan de klantvriendelijkheid wordt heel hard gewerkt. Dit zegt RGD-directeur Edwin Noordzee naar aanleiding van klachten vanuit de burgerij over de behandeling van patiënten door het verplegend personeel. Deze klachten komen vooral uit de districten. Noordzee, die hiervan op de hoogte is gesteld, zegt dat het personeel continu getraind wordt. Hij gaat ook in op de aanwezige voorraad medicijnen bij de RGD-apotheken. We lezen ook alles wat er gebeurt. Maar daarnaast laten we niets aan een toeval over. We ruggen gewoon weg naar de verzekering. We gaan met kijken wat er precies gaande is. We laten de controle op los. En daar waar er verbetering moet komen, dat is gewoon een van onze doelen. Om verder de dienstverlening te verbeteren. Voor ons is de cliënt, daarvoor staan we er. Dus als er iets verkeerd is met de cliënten, dan moeten we dat oppakken. En zeker de gevallen van Saramaka, allemaal hebben we, zolang we iets horen, gaan we het onderzoeken. En dan gaan we dus de gepaste maatregelen treffen, corrigeren waar we moeten corrigeren. Belangrijk voor ons is dat we ten dienste staan van die gemeenschap. En dat we die dienstverlening naar die gemeenschap toe steeds verder moeten verbeteren. En dat gaan we blijven doen. Onze apotheken zijn toegankelijk voor alle recepten. Dus alle verzekeraars. Die cliënten kunnen naar ons toe voor hun medicijnen. Dus we zijn er, zoals Kampong Baru nu hier staat. Kan iedereen die langs rijdt aan een recept gewoon binnenstappen. Nog medicijnen vooruit? Zekere mate wel, afhankelijk van daar. Hier en daar zullen de schaarste zijn, maar het is een landelijke situatie die er niet is. Maar we zorgen dat we op tijd al de posten voorzien. Welke middelen zijn op dit ogenblik schaars? We zaten meer een beetje met dat van de oogmedicijnen. Maar ook die zijn nu wel in voorraad. Volgens Noordzee heeft de RGD genoeg kennis en ervaring om de medische zending over te nemen. Al jaren vragen zowel burgers als parlementariërs van het binnenland dat de RGD haar vleugels uitbreidt naar het binnenland. De medische zending blijkt namelijk niet in staat te zijn om in voldoende mate de dienstverlening te garanderen. Volgens Noordzee is dit een besluit dat door de regering genomen moet worden. Nou, overname is een heel groot woord. Het is een proces. Alles wat zou moeten gebeuren, zou vanuit de overheid moeten komen. Zij moeten een besluit nemen. Als de RGD dirigeert naar het achterland en zeggen, oké, daar moet je ook de dienstverlening geven, dan gaan we samen kijken hoe we dat kunnen doen. Belangrijk is dat RGD als organisatie nu de kustvlakte heeft en we zijn ready om overal waar onze diensten nodig is of zal zijn, om daar ook te zijn. Edwin Noordzee over de dienstverlening van de regionale gezondheidsdienst.